Binnenkort begint de nieuwe herindeling van de Binnenhoek en het parkeerterrein aan de Binnenweg. Nou, laten we allereerst zeggen dat we blij zijn dat we aan de slag kunnen gaan met dit project. Want we hebben natuurlijk fors geïnvesteerd. Hè. Daalder op weg, Kranshof is teruggekomen, de supermarkten zijn er gekomen. En nu is de omgeving aan de beurt. En belangrijker nog, de verkeersveiligheid en de doorstroming aan de beurt. En dat is eigenlijk wat aan de hand is met de reconstructie Binnenhoek. We gaan ervoor zorgen dat het vlotter wordt, mooier wordt en veiliger. En dat doen we door veel groen aan te gaan brengen. En dat doen we door wat meer slingers in de weg aan te gaan brengen, waardoor de snelheid er meer uitgaat. En we zorgen ervoor dat mensen veilig kunnen oversteken. En bovendien, dat is echt heel belangrijk, dat de ontsluiting van de parkeergarage voor de bezoekers van de supermarkten en de bewoners op een veel handige en prettige wijze wordt geregeld als nu. Namelijk door de aanleg van de rotonde, waardoor er dus veel minder onnodige kilometers moeten worden gereden. En waardoor het dus ook schoner is voor het milieu. We gaan een aantal oversteekplaatsen aanbrengen, zodat de voetgangers en fietsers veiliger kunnen oversteken. We gaan het kruispunt met het Vinkestraatje opnieuw inrichten, waardoor het verkeer makkelijker kan doorstromen wat direct doorgaat. En het linksafslaande verkeer daaruit de doorgaande stroom gaat. En we gaan zorgen dat het veel groener wordt op de Binnenhoek door meer bomen te planten, grasbermen aan te brengen. En dat zal de hele inrichting aanzienlijk prettiger maken. De aannemer begint 22 september met de werkzaamheden. Dat betekent dat rond half november in ieder geval het verkeer stad uit er nog door kan. Maar stad in wordt het verkeer afgesloten. En dat verkeer wat de stad ingaat wordt omgeleid via de westkant van de stad. Dat wil zeggen langs het parkeerterrein Talud. We hopen dan vervolgens tussen half november en eind februari de rest van de werkzaamheden helemaal te kunnen afronden. En dan de vlag uit te steken dat het klaar is. Communicatie met bewoners is prima verlopen. We hebben een hele enthousiaste klankbordgroep gehad van 17 bewoners die ons mee hebben geholpen om mee te denken hoe het ontwerp zo fraai mogelijk eruit zou kunnen komen te zien. En die hebben ons steeds goede richting gegeven en het is een heel mooi resultaat geworden.